We staan hier in een gebied wat beheerd wordt door het waterschap de Stichtse Rijnlanden. Maar ik vraag me af, wat doet een waterschap allemaal precies en wat doen ze hier bijvoorbeeld? Nou, waterschappen zorgt voor veilige dijken, schoon en gezond water en voldoende water. Nou, veilige dijken, wij beheren de lekdijk bijvoorbeeld hierachter. We zorgen ervoor dat die stevig genoeg is, zodat die niet doorbreekt. En dat iedereen beschermd is tegen het hoogwater uit de rivier. Dan zorgen we ook voor schoon en gezond water. De rioolwaterzuivering, dat doet het waterschap. Al het water wat bij jou thuis door het doucheputje en door de wc spoelt, dat komt bij de rioolwaterzuivering, dat wordt gezuiverd. Nou, ook oppervlaktewater, water in de sloot en de plassen, daar is het belangrijk dat er een hele grote diversiteit aan planten en dieren is. En daar leggen we bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers aan. En we zorgen samen met inwoners en boeren dat er niet te veel vervuilende stoffen in komen. Dan hebben we nog voldoende water. Bij klimaatverandering is er soms droge perioden en soms hoosbuien, hele heftige hoosbuien. En we moeten ervoor zorgen dat we op het moment dat het heel nat is het water vasthouden voor de momenten dat het wat droger is. Oké. En in dit gebied, houden jullie hier water vast of doen jullie hier iets anders mee? Ja, dit is een waterbergingsgebied, polder Blokhoven. En daar, als het waterpeil te hoog wordt in het boerenland eromheen, dan kan hier het water vastgehouden worden. Maar het is tegelijkertijd ook een gebied voor natuur. En het ligt midden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En de Hollandse Waterlinie, daar werd Nederland mee beschermd door het onder water zetten van land. Nou, met dit gebied kunnen we ook laten zien hoe dat vroeger werkte. Dus ook cultuurhistorie kunnen we hier laten zien. Oké.